Oké. Een hele goede dag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Let's Talk Invicta. De grote man achter mij is weer compleet uitgerust. Hij is weer terug van vakantie. En mijn naam is René Kogelman. Maar de man achter mij, ja, die heet een beetje anders. Die heet namelijk Wim van Buhl. En Wim, hoe was je vakantie? Veel te kort, René. Veel te kort. Kijk. Maar ik keek wel heel erg uit naar weer een nieuwe Let's Talk Invicta. Dus ik ben er helemaal klaar voor. We hebben echt hele leuke modellen geselecteerd. Ja. We hebben nog wat weetjes over ons merk. Kortom, ik heb er echt zin in. We gaan er een prachtige show voor maken. Kijk, that's the spirit. Dus dan gaan we inderdaad maar eens even lekker knallen. Nou, je hebt al gezegd, je hebt een paar leuke klokjes heb je als het ware voorbereid. Dus ik zou zeggen, wat zijn een van de weetjes die je ons deze week wil gaan vertellen? Nou, ik wil je eigenlijk even wijzen, René, ik weet niet of we het zo moeten noemen, op onze social media kanalen, waar wij steeds meer fans krijgen, waar wij steeds meer communiceren met onze klanten en steeds meer contact leggen, waar we ook steeds meer verzoeken en vragen krijgen van onze klanten. Daar zijn we heel erg blij mee. Op die manier kunnen we onze collecties fine-tunen, voor speciale kleuren kiezen. We zijn, had ik vorige keer al een keer verteld, we zijn bezig geweest met een speciale limited edition alleen voor Nederland van een vintage Pro Diver. En we zijn nu bezig, en dat project is bijna afgerond. Zodra ik echt mooie foto's heb, ga ik ze met een vintage leren band. Oké. Okay. Die we speciaal voor Nederland opnieuw uit gaan brengen. Oké. Okay. Nou, de verbinding was schijnbaar een beetje slecht, een beetje hakkelig. En je bent een beetje onscherp op dit ogenblik. Dus dat kan eventjes gebeuren. We kunnen of twee dingen doen dat we even opnieuw inbellen. Want dat is gewoon de techniek. Want even voor de kijkers, Wim die zit dus gewoon in Hedel in het hoofdkantoor. En ik zit hier in mijn studio in Oldenzaal. En dusdanig slecht is de connectie op dit ogenblik, Wim, dat we even opnieuw moeten inbellen. Want dit is gewoon, ziet er gewoon eventjes niet uit. Dus vandaar dat we dat eventjes moeten doen, kan niet anders. Ik bel je direct weer terug. Dat doen we namelijk hier via Facebook. Bellen wij dan in. Kijk. En hup. En dan komt Wim weer en dan hebben we... Kijk eens, je bent weer scherp, kerel. Gelukkig. Kijk. Ja, ik heb speciaal naar haar gekampt, René. Ja, nou ja. Vervelend dat ik ben. Ik bedoel maar, speciaal je haar gekampt, netjes geschoren. Hé, maar we hadden het over de social media's, daar hadden we het over. Ja. Dus laten we daar eens eventjes, je kunt dus ons volgen op diverse kanalen, hè. Dus onder andere op YouTube, op Instagram, waar we allemaal ook op dit ogenblik live op uitzenden. En bijvoorbeeld ook op Facebook. Dus geef duimpjes omhoog, geef hartjes als je dit allemaal leuk vindt. En dat kun je allemaal doen door ons te volgen op Invicta Stores Europe. Klopt toch of allemaal? Of zeg ik, klopt allemaal, René. En we zijn heel erg blij met iedere nieuwe volger die we erbij krijgen. Ja. En om dat voor elkaar te krijgen, hebben we weer een hele leuke winactie tijdens deze show. Okay. Sterker nog, de winactie laten we 24 uur doorlopen, net als de aanbiedingen die we hebben. En deze keer gaan we een geweldige limited edition 3-slot of 8-slot impact case weggeven. Okay. De instructies hebben we gestuurd aan je. De mensen moeten onze foto's delen op hun social media kanalen. Ja. En daaronder met de hashtag Follow Invicta. Op die manier gaan wij mijn lieftallige assistente Sam gaat morgen om 3 uur drie winnaars trekken die deze prachtige patch impact case van ons gaan krijgen. Dus gratis thuisgestuurd. Gratis thuisgestuurd. Het enige wat je dus hoeft te doen is dus in dit geval 3 maal geven we dus zo'n geweldige koffer weg. Dat is ook een limited edition wat ik van jou begrepen heb. Klopt, zijn maar heel weinig beschikbaar. Ja. Ja. Dus, en die geven we weg, dat is een 8 slots. En het enige wat je hoeft te doen is dus hashtag follow Invicta in te tikken in de comments. En dat dan te taggen bij 3 vrienden, toch? Dat klopt, ja. Nou, een kind kan de was doen, lijkt me.
Maar... Ja, en het is echt een, ik ben zelf heel enthousiast, vind het echt een geweldig mooie impact case. Ja. En we zijn ons degelijk bewust dat we best met een klein, nog een klein publiek deze shows doen voor ja. jullie. Alle volgers zijn voor ons welkom, dus hoe meer volgers dat we in de toekomst krijgen, hoe betere aanbiedingen dat we kunnen maken. Kijk. We hebben nog een nieuwtje voor volgende week, René, gaan we de show, zoals je al weet, in ja. het Engels doen. Ja. Dus jij bent druk. Druk met je talencursus bezig. Ja. En volgende week gaan we het in een andere taal doen. Nou, zodat onze buitenlandse volgers ons ook kunnen volgen. Ik heb al gedacht van, volgens mij wordt tijd dat ik een cursusje ga volgen bij de nonnetjes. Maar of dat zo veilig is voor de nonnetjes. Doe je best. Nee, dat weet ik ook niet. Nee, ik denk dat we naar de aanbiedingen moeten gaan, joh. Ja, denk je dat? Nou, als jij dat denkt, dan gaan we dat doen. De eerste aanbieding voor vandaag. Dus wat heb jij... dan op dit ogenblik, zeg maar, in de aanbieding als eerste horloge voor ons. Nou, ik heb een bestseller als eerste horloge gekozen. Okay. Dat is een model uit onze Speedway-collectie. Ja. Wel bekend bij onze volgers. En ik heb gekozen voor model 3644. Oké. Okay. 3644, dat is de bicolor variant van de Speedway. Ja. Met een hemelblauwe plaat, speciale plaat. Dat horloge kost normaal €299, René. Ja. Wij bieden hem normaal in onze stores en op de website aan voor €125. Ja. Nu alleen 24 uur lang met de code INVICTA of INV 3644, €79. Bam, €79. Dus show 3644, dat is de code. En dan voor €79. 24 uur lang, René. We hebben niet zo heel veel. Ik heb met Amerika tijdens mijn vakantie nog contact gehad om wat knalaanbiedingen te maken. Nou, daar is deze eentje van gewijzigd. Ik heb er niet zoveel. Ik zei, nou stuur ze maar. Dit is wel een model wat onze volgers kunnen waarderen. En we hebben bewust gekozen voor een speciale uitvoering met die hemelblauwe wijzerplaat, die nachtblauwe plaat. Ja, ja. Ja, en die drie subdials, die dat contrast met die platen, ik denk dat we echt een hele mooie variant gekozen hebben. Ja, die subdials, is het ook een chronograaf, dit dan? Dit is een chronograaf, ja. Ja, met een VD53 Seiko chronograafuurwerk. Er zit een Seiko uurwerkje in? Ja, okay. Die wordt door Seiko speciaal voor Invicta gemodificeerd en gemaakt. Ja. Yo, kijk eens aan, zeg. Zoals je ziet hebben we er ook nog een datumpje op zitten. Dat zit tussen de 4 en de 5 aanduiding. Dus het is gewoon een complete horloge, 39,5 mm, hele fijne maten te dragen. Oké. Okay. Hele soepele band, massieve stalen band, 316L staal. Kortom, voor deze prijs kom je hem echt niet meer tegen, €70, 24 uur lang. Kijk, ik zou al zeggen, €79, probeer eens een Seiko horloge te krijgen voor €79. Onmogelijk alleen al. Maar hier heb je dus een Invicta met dus een VD, wat zei je, wat voor een werk was het ook alweer, VD? VD53. De VD53 werk. Ja, precies. En is dat goud wat er blinkt? Het is Swiss plating, onze speciale oplaag, waarbij onder hoge druk en temperatuur door middel van ionisatie de kleur op het staal in het staal gewalst wordt. Oké. Okay. En past perfect bij een gouden sieraden. Kleur is echt heel mooi. Ja, en het is heel moeilijk te fotograferen, dus het kan wel zijn dat je denkt van, oh, hij lijkt een beetje gelig of een beetje naar de witte kant. Ja. Neem van me aan, die kleur is echt heel mooi. Alright. Hey, ik vind het een super strak klokje, dus wat dat betreft... ik denk... Laten we beginnen met een bestsellertje. Ja. Ik denk dat het een heel goed model is om de show mee te starten. Ja. En ik heb geprobeerd voor onze volgers om een beetje een selectie te maken van allerlei stijlen. Ja. En ik denk René, als we naar de volgende variant gaan, dat is wel kan ik alvast een beetje verklappen, uit de Bolt-serie. Hey, zeg maar, ik denk dat we dan weer iets heel anders laten zien. Uiteraard. Maar kun je misschien even op je pols laten zien? Ja, zeker René, tuurlijk. Kijk, want... Ik heb een extra camera hier neergezet, waarbij ik het horloge... Kijk, zo ziet hij er dan uit op de pols. Kijk, dat ziet er toch geweldig mooi uit. Ja, strak. Hey, en hij is niet zo heel erg dik, hè? Nee, het is een... hij zal, laat ik het zeggen, 6-7 mm dik zijn. Ja.
En met name de 39,5 mm kastmaat is echt heel draagbaar. Ja, sterker nog, ik heb het horloge ook wel eens verkocht als unisex horloge. Kijk, helemaal top. Nou, dat is dan deze. Dus deze is op dit ogenblik 24 uur geldig, deze speciale prijs. Mits jij dus gebruik maakt van die speciale kortingscode die we er onderin hebben staan. Dus dat is SHOW3644. Als je dat intikt op de website, dan krijg je dit horloge aangeboden voor €79. Na die 24 uur gaat de prijs weer omhoog. Dus gewoon... Als hij er nog is. Ja, weet je, dat is het grote voordeel van dat jij dus nu kijkt naar Let's Talk Invicta. Dus omdat jij live kijkt, kun je van deze speciale prijzen gebruik maken. Dus, nou, de volgende. Je had het over een hele bijzondere uit de Bolt-serie. Welke heb je? Ja, dus een hele bijzondere op verschillende manieren, René. Ik heb gekozen voor een bijzondere kleur. Ik heb gekozen voor een bijzonder model, hè, want het is een rechthoekige kast. Ik heb gekozen voor een hele speciale wijzerplaat, een hele clean wijzerplaat waar de bolts eigenlijk altijd wel heel erg in your face zijn, heel erg aanwezig. Okay, is dit een model met een hele bescheiden kleurstelling? Ja. Het is model nummer 31374. Ja. Dit is een square bolt en ondanks dat het een vierkante horloge is en is best uniek, is het horloge perfect waterdicht, 10 atmosfeer. Oké. En daar hebben we best lang over gedaan om deze kast op de markt te krijgen. Omdat we best geëxperimenteerd hebben met verschillende achterdeksels, verschillende kastvormen. En het is uiteindelijk dit model geworden. Okay. En ja, ik denk dat het een schoonheid van het horloge is. Het is een sieraad op de pols. Het is een speciale kleur, gunmetal, tussen zwart en zilver in. Yeah. Dus het is te combineren met zowel gouden als met zilveren sieraden. Ja. En de rosé-gouden accentjes geven hem net even dat chique uiterlijk wat bij een bolt serieloosje past. Nou, laat hem eens even op je pols zien als je wil. Ja, ik ga het even doen. Even naar de camera toe, beneden. Kijk. Ja, weet je, dat ziet er toch fantastisch uit, man. Dat is geweldig. Dat is even weer iets aparts, hè. We kennen de Invicta-liefhebbers. Die kennen natuurlijk allemaal, de bolt, de ronde bolt. Maar je zei al, dit was dus extra moeilijk om dus ook nog eens een keer zeg maar rond die kast te krijgen, dat vierkant. Wat was daar de moeilijkheid aan dan? Nou, je kunt je voorstellen als je een vierkante kast hebt, dat je in de hoeken een waterdichtheidsprobleem zou kunnen krijgen. Ja. En om dat te voorkomen zijn er nogmaals diverse modellen aan vooraf gegaan, prototypes, die we gewoon niet waterdicht kregen. En uiteindelijk hebben we gekozen voor een ronde glas uurwerkzetting en een ronde achterdeksel in een vierkante kast. En op die manier hebben we hem toch perfect waterdicht kunnen maken. Wauw, dus hij is gewoon 10 ATM. Maar nu, ik denk dat het tijd wordt voor de grote roffel. De drumroll, om zo maar te zeggen. Want we hebben de prijs nog steeds niet genoemd. Nee, ik wilde eerst even laten zien hoe mooi dat hij is. Kijk. Ik ben ook echt heel enthousiast over. Ja. Ja. Want ik heb nog één ding vergeten te vertellen. Daar wil ik er heel eventjes over hebben. Ja. Er zit een speciaal dome-shaped glas zit erop. Oké, dat glas draagt bij aan de waterdichtheid van het horloge. Dus dubbel dik, dus extra dik Flame Fusion Crystal. En zorgt voor een perfect waterdichte kast. Okay. En een hele mooie, heldere kijk op de wijzerplaat. Laat het dan eens even op de close-up camera zien, als je wil. Ja, ik weet niet of we die ronde in het glas kunnen zien. Ja, geweldig, zien we heel goed. Maar als je het horloge in je hand hebt, dan zie je eigenlijk wel hoe mooi hoe mooi effect dat het geeft. Kijk. Eigenlijk als een soort vergrootglas. Ja, dat wou ik je nou net vragen. Van, is dat dan een soort vergrootglas effect? Nee, maar het is een optisch truc waarbij je gewoon echt perfect kijk op de wijzerplaat krijgt. Alright, kijk, helemaal goed. Nou ja, hoe dat... Roffel, dan ga ik de prijs noemen. €649 normaal. Ja? €300 op onze website. Nu alleen 24 uur lang. Speciaal voor de kijkers van onze Let's Talk Invicta Show, €129. Kijk. Vraag me niet hoe, maar dat is echt zo. Ja. 129 met René, gratis verzending, gratis retour sturen, wanneer die niet in de smaak mocht vallen, wat ik niet geloof. 3 jaar volledige garantie erop. Ja. En ik durf bijna te zeggen, als je dit koopje laat schieten, dan zit je er echt naast. Ja. Ik snap je verhaal. Ik zeg ook gewoon pak hem.
Gewoon, dat is gewoon een horloge waarvan je denkt van, dan heb je iets bijzonders rond je pols. Weet je wel? Gewoon, get it. Dus dat voor €129, mits je dus gebruik maakt van die speciale kortingscode. En die speciale kortingscode is SHOW31374. En ik zei net al, get it. Ja, ik ben al een beetje aan het oefenen voor volgende week. Want ja, daar gaan we met Engels doen. Dus ja, maar we hebben natuurlijk... ik weet niet of je nog meer wil vertellen over dit horloge. En anders zou ik toch graag onze winactie nog even willen aanspreken. Nou, ik zou beginnen met de winactie. Ik denk dat ik over het horloge best genoeg verteld heb. Ja. De prijs is echt heel speciaal, €129. Dus daar hoef je het niet meer over te hebben. Ja. Het zou geweldig zijn als degene die dit horloge bij ons koopt ook in aanmerking komt voor onze winactie inderdaad. Ja. Waarbij we die geweldige 8-slot patch impact case cadeau gaan geven. Hoop, we geven ja. er maar liefst 3 weg. Drie. Ter waarde van €49. Zeg dat goed, Sam? Nee joh, die 8-slot is veel duurder, Wim. Ja, volgens mij ook. Ja. Nou goed, hoe dan ook. We gaan hem weggeven, René. Ja. Hij ziet er in ieder geval duurder uit en ik heb de prijs inmiddels €59,95. Kijk, ja. Nou, die is in ieder geval, dat is ook een limited edition, een 8-slots koffer. Die je dus op dit ogenblik kunt winnen. Dus gewoon op de social media waar je op dit op kijkt. Op Facebook. We geven er eentje weg op Facebook. We geven er eentje weg op YouTube. En we geven er eentje weg op Instagram. Dus het enige wat je moet doen is in de comments. Dus gewoon follow Invicta zetten. En hem dan bij 3 vrienden hem even gaan taggen. En natuurlijk ga je onszelf natuurlijk ook volgen. En duimpjes omhoog, hartjes en... De hele mikmak wat je bij social media moet doen. We love it. Dus wat dat betreft. Nou, dat dan over de winactie. Die winactie is overigens 24 uur geldig. Hè? Dus Sam geeft morgen... Klopt, ja. Morgenmiddag om 3 uur gaat Sam de prijswinnaars bekendmaken. Kijk. Via onze social media kanalen. Dus blijf ons volgen. Ja, nogmaals. Gewoon het enige wat je moet doen. Hashtag follow Invicta. En je even 3 van je vrienden taggen. Dus klaar. En dan kun je dus die geweldige koffer, die kun je dus gaan winnen. Nou, de volgende, Wim, de volgende aanbieding. We hebben er dus weer eentje geselecteerd. Althans, jij hebt er weer eentje geselecteerd. Ook weer een bijzonder klokje, moet ik wel zeggen. Ja, ik wist de vorige show die we deden 3 weken geleden, René, ja. wist ik al dat we dit model gingen doen. Kijk. Ik had al met Amerika bepaald welk model dat we zouden selecteren. Ja. Uiteindelijk zijn we gekomen tot een geweldige Sea Hunter. Een horloge met een kast van maar liefst 58 mm. Ja. Waarbij we gekozen hebben voor een diep zwarte kleur. Ik heb geprobeerd met de camera hoe dat hij overkomt. Nou, laat hem even zien. Hij zit echt nog veel mooier. Kijk. Maar diep zwarte kleur met een speciale rubberen bezel. Een rubberen bezel? Ja, dat is echt een schitterende combinatie hiermee. Ja. Zet hem door. Heel ietsje zo. Ik heb hem even op de camera gezet. Ja. Ik zie, we hebben hem nu in beeld. Helemaal, hij is wel hoog, hè? Ik zal hem andersom doen. Dan doe ik hem eventjes beter. Is hij nog beter voor de kijker zichtbaar. Okay, ja. Het is wel een hoog klokje, hè? Ja, dit is een wat hoger model. Die is bijna een centimeter hoger, nee. Heeft ook te maken met de 300 meter waterdichte kast. Ja. Het is een enorme unit. Zo compleet met alle schakels erin weegt dit model 330 gram. Net zo zwaar als een blikje cola. Maar duidelijk. Is die eenmaal op maat gemaakt, en ik kan uit ervaring praten, want ik heb er zelf een met lerenband. Is die eenmaal op maat, zit die als gegoten. Letterlijk. Nou, super toch? Nou, Dus dan zou ik haast zeggen van, ja, laten we hem eventjes van dichtbij bekijken. Dat ga ik nog een keer doen. Hè, breng hem in beeld voor jou. Ja, kijk, helemaal goed. Gaan we hem nog eens een keer real time in bekijken. Ja, en die rubberen bezel, hè, dus die ring, dat rode, dat is dan van rubber? Of hoe moet men dat voorstellen? Ja, dat is rubber inderdaad. Zodat je als duiker zijnde... Maar ook gewoon esthetisch gezien heb je een hele goede grip op de bezel. Ja. Echt een hele fijne ring om te draaien, bijna hydraulisch. Ja. En die rode accenten in de bezel, die refereren weer naar die rode accenten in de wijzerplaat en op de buitenkant van de bezel. Ja, duidelijk. Ja, geweldig. Een supermooie klok.
We gaan hem eens even in de foto van Sam gaan we hem even dichterbij. Ja, beter. Kijken. Dan kunnen we even goed de details laten zien. Want er zit een heel mooi uurwerk in, René. Dus de 8040N. Wat is dat voor uurwerk? Een Zwitserse uurwerk van Ronda. Ah, joh. En dat is een chronograaf met een big date, zoals wij dat noemen. Die zie ik dat je onderin twee datumpunten zet. Ja. Waar houdt dat in? Dus die draaien onafhankelijk van elkaar, die schijfjes. Zodat je inderdaad van 01 tot en met 31 gaat. Of tot en met 30 in de dagen, dat minder dagen zijn. In de maanden. En deze horloge heeft een retrograde dagaanduiding. Dat wil dus zeggen dat de dagen van de week worden aangegeven door een wijzer. Op het moment dat de horloge op de zondag staat, en we gaan naar de maandag, dan springt hij als het ware terug in de schaal bovenin naar de maandag. Oké. Okay. Of naar als hij op de zaterdag staat, springt hij naar de zondag, zoals je ziet. Ja. Ja, dat is wel heel erg gaaf, hè? Dit horloge verdient ook zo'n mooi uurwerk. Ja. Dus dat is op zich natuurlijk een fantastisch mooi klokje. Dus ook weer chronograaf uurwerk, een Ronda uurwerk. Ja, als Ronda associeer ik dus met een heel duur Zwitsers uurwerk. Wat mag dit klokje dan wel niet gaan kosten, joh? Dat ga ik nog even niet verklappen. Ik wil even reageren op jouw Ronda-verhaal. Ja. Ronda is inderdaad maakt hoogwaardige Zwitserse uurwerken. Wij als Invicta hebben een heel close samenwerkingsverband met Ronda. Zij maken speciale uurwerken voor ons. Sterker nog, soms worden er uurwerken gelanceerd door Ronda. Eerst bij Invicta en na verloop van tijd worden ze bij andere merken pas aangeboden. Dus die samenwerking zijn wij heel trots op. En als we dan een vlaggenschipmodel brengen, zoals dit model is, dan stoppen we daar ook altijd een Ronda-uurwerk in. Oké. Okay. Zeg maar, waarom gaat zo'n firma als Ronda, waarom gaat die een samenwerking aan met Invicta? Nou, wij zijn continu bezig met het ontwikkelen en het samenstellen van nieuwe modellen. Ja. Voor een uurwerkenfabrikant is dat natuurlijk een geweldige uitdaging. Ja. Zeker als wij daar ook mee samen willen werken. Dus wij geven aan van, joh, wij willen de chronograaf uurwerken wat groter hebben, want we hebben grotere horloges. Ja. We willen geen ruimte tussen de uurwerken en de kasten. Ja. Dus dan worden er voor ons speciale grondplatines gemaakt in een groter formaat. Als je zo'n partnership hebt, dan weet je zeker dat je aan de uurwerkkant nooit problemen krijgt. Ja, dat is voor ons echt goud waard. En nogmaals, zeker voor deze vlaggenschipmodellen, zoals deze Sea Hunter. Ja. Zo'n Sea Hunter model kost normaal, internationaal gezien, René, €1279. Okay. Op onze website bieden wij dit model aan, normaal gesproken, voor €575. Dan heb je al echt voor dit uurwerk met deze specs een schitterende aanbieding. Nu bij Let's Talk Invicta, en ik moet zeggen, gelukkig met wat medewerking van ons hoofdkantoor in Amerika, kan ik hem aanbieden voor 24 uur lang voor €279. Bam! €279 voor dit uurwerk, een Sea Hunter. En het is een joekel, hè, in zoverre. Hij is groot. Ik geloof, hij is 58 mm in mee. Dus echt een flinke klok, maar de kast is MIM technology gegoten, metal injection molding. Wat houdt dat in? Hij zit letterlijk als gegoten om je pols. Aha. Dus ja, dat heb ik ook met dit klokje, die Aviator van mij. Ja, dat is hetzelfde materiaal geneden. Zo'n manier gebouwd. Ja. Kijk. Ja, dus ondanks dat je een wat groter model hebt, door de anatomische shape kun je hem toch heel goed dragen. Ja. Maar even terug naar de prijs, René. Ja. €279. Dat is een ongekende aanbieding. En ik zei net, ik heb gelukkig wat medewerking gekregen van Amerika. Hij wil ook dat wij onze volgers van onze tv-shows extra, of onze YouTube-shows extra belonen. En daarom bieden wij deze speciale series voor deze enorm lage prijs aan. Ik noem ook bewust het modelnummer erbij, nummer 25486. Ja. Want ga alsjeblieft internationaal vergelijken. En dan zie je dat we ook echt een geweldige prijs aanbieden. Aha, dus dit is gewoon een topprijs. Die vind je gewoon nergens anders. Dit is gewoon hier bij invictastores.eu. Daar is gewoon de knaller. En die prijs geldt 24 uur. En geldt ook alleen wanneer je gebruik maakt. En ik heb er maar 3. En jij hebt er maar 3? Oké. Okay, ik heb er maar 3. Dus dan moet je er ook nog eens een keer snel bij zijn voor deze prachtige klok. Dus, absoluut. Nou, kijk, we hebben best wat meer Sea Hunters in de aanbieding. Maar deze speciale kleur heb ik maar 3. Oké. Okay, nou, helemaal goed. Dan zou ik zeggen, we gaan eigenlijk dan weer door met alweer het laatste horloge van vandaag. Of wil je hier nog wat over vertellen? Nee, maar ik weet wel, René. Kijk,
we hebben ook heel veel interactie met onze klanten in onze Invicta stores. Hè. We hebben natuurlijk een store in Bataviastad, we hebben een store in Roosendaal, we hebben een store in Zweibrück in Duitsland en we hebben een store in Lissabon, Portugal. We hebben een aantal nieuwe stores op de Corom, maar die mag ik nog niet noemen. Omdat de contracten nog niet getekend zijn, duidelijk. We hebben een filmpje ingestuurd naar je, waarbij we even wat aandacht geven aan onze stores. En ik denk dat het wel terecht is, hè, want die mensen die zitten ook met vol overgave in die stores naar onze show te kijken, om die winkel even te highlighten door ons korte filmpje wat we daar hebben. Zal ik dat even instarten dan? Lijkt me leuk, ja. En doen we daarna de laatste aanbieding. Ga ik in. Kijk, nou, dat is toch allemaal heldere dingen. Eigenlijk zeggen we in dit filmpje hiermee zeggen we precies waar wij voor staan in onze winkels. We hebben een constant meer alle nieuwe modellen lanceren wij als eerste in onze winkels. Ja. We hebben vier winkels op dit moment in Europa, maar neem van me aan, we gaan heel snel groeien. En die komt ons echt binnenkort in meer landen tegen. Ja. En we hebben daar een geweldige selectie. Alright. Nou, het lijkt me in ieder geval een strak plan om sowieso Invicta te blijven volgen op de social media kanalen. En het leuke is, wij hebben hier, als jij dus vriendjes wordt met Invicta op de social media's, hebben wij dus een speciale winactie geregeld. En Wim die vliegt er eventjes uit. Dus kijk, hè, daar is hij weer. Ja, ben je terug, René? Ja, je bent terug. Ja. Dus we hebben een speciale winactie. En wat je kunt winnen is namelijk een speciale 8 slots limited edition koffer. En dat is niet zomaar een koffer. Hè. Dat is die Wim daar op dit ogenblik in handen heeft. Ik ga hem er ook eventjes hier, ga ik hem er even voor zetten. En je kunt deze speciale koffer kun je winnen door Follow Invicta in de comments te zetten. Hashtag Follow Invicta en te taggen bij 3 vrienden. En als je dat gedaan hebt, nou, zijn wij helemaal happy. Happy de peppy. En jij kunt waarschijnlijk een van deze koffers winnen. En het mooiste is, we geven er 3 weg. Dat betekent dat we er eentje weggeven op Facebook. We geven er eentje weg op Instagram en we geven er eentje weg op, jawel, op YouTube. Dus volg ons gewoon op die kanalen en dan krijg jij altijd de nieuwste informatie over Invicta. Ook waar nieuwe stores worden geopend enzovoort enzovoort. Dus zeer zeker de moeite waard. Nou, wat ook de moeite waard is, is onze laatste aanbieding voor vandaag. Ja, dat is echt, René, normaal zeggen ze ladies first. Ja. Maar ik heb nu gekozen voor ladies last. Waarom? En dat doe ik expres. Omdat ik de dames achter wil stellen. Maar ik doe dat omdat ik echt een heel mooi dameslogie geselecteerd heb. En ik wil hem een klein beetje als een verrassing houden. Aha. Dus ik heb hem nu als laatste logie geselecteerd. Het is echt een combinatie van chic en sportief. Ja, ja. Dus we hebben het is een parelmoerwijze plaat. Maar het is wel een pro-diver. Een pro-graafje, maar wel een kleiner kastje. Het is echt een heel speciaal ding met een VD54, hetzelfde cycle-uurwerk als de Speedway die je van eerste instantie gekozen. Ik heb gekozen voor een hele zilverkleurige, een beetje een zomerse uitvoering. Het is model nummer 29455. Je hebt hem al in beeld gezet, zie je. Ja. Met een speciale matglanscombinatie waarbij de bezel is met een aluminium inlay. Dus geeft een net iets andere zilvertoon dan de stalen kast en band. Ja. In combinatie met de parelmoerwijze platen, ja, echt een hartstikke leuke loge. Ja. Ik weet zeker dat ik mijn vrouw er blij mee zou maken, maar jullie als kijkers hebben ongetwijfeld ook een maken. En zeker voor de prijs waar wij hem voor aan gaan bieden, want normaal gesproken kost dit loge €439 internationaal. Okay. Ja. Op onze website kun je hem kopen voor €195. Staat hij gewoon altijd in een aantal kleuren. Okay. Speciaal deze kleur, deze zilveren variant, ja. 29455. Ja. Alleen tijdens 24 uur na deze show Let's Talk Invicta bieden wij dit model aan voor dezelfde prijs als de Speedway die we als eerste aanboden. Yo. €79.
Tada! Dus met de speciale kortingscode, daar is die dus op dit ogenblik te bestellen. Dus met die speciale kortingscode die je dus hebt, daaronder, daar, ja, daar in beeld ziet. Hè? Dus show 29455, dat is de code die je dus in moet tikken als je dit speciale horloge wil bestellen. Dus, nou, je vertelde net al iets over de speciale zilverkleur. Doordat het gematteerd en hoog is, ja, noem je dit dan ook zo'n duotoon? Nou nee, ik zou het geen duotoon. Het is gewoon een compleet stalen horloge. Alleen doordat er verschillende materialen gebruikt zijn, en met name de bezel, er zit een soort aluminium inlay zit daarin. Ja. En die geeft net een iets andere zilverkleur als de kast en band. En binnen de kast en band is de middelste schakel is gepolijst en de buitenste schakel is gematteerd. Dus ook daar heb je eigenlijk twee verschillende kleuren in het staal. En dat wordt nog eens een keer extra aangedikt door de Paramour wijzerplaat die erin zit. En zoals je weet is Paramour een natuurproduct. Ja. Ieder stukje Paramour wat wij vinden is dus anders. Een unicaat. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ieder horloge uniek is. Ja. De versie die ik hier heb heeft toevallig heel veel tekening onder de subdials. Maar als ik de versie zie op de foto die jij op dit moment op het scherm zet, dan is hij weer wat meer strakker afgewerkt. Dus er zijn echt heel veel verschillende varianten. En allemaal onder hetzelfde modelnummer. 29455. Ja. En nu voor de topprijs van 79 euro. Zeg, laat het horloge dan nog eens even in de close-up zien. Hoe groot is die? Ja, dat ga ik doen ermee. Het horloge is 38 mm. Dus het is een hele draagbare maat. Ja. En het bandje is heel goed in te korten. Dus op iedere damespols een baat te maken. En het is een edelstalen kast en band, dus geen allergie, geen verkleuring. Ja. Met een sportsluiting, dus omdat het horloge natuurlijk perfect waterdicht is. Ja. Daar staan wij voor. Kortom, een geweldig horloge voor een superprijs. Voor een superprijs, ja, dat kun je echt wel zeggen. Ja. Dat is echt wel geweldig. En wanneer ik de prijs noem, René, wil ik graag nog even benadrukken. Dat wanneer mensen op onze website bestellen, is het free shipping. We hebben gratis returns, return label zit er al bij, mocht het nodig zijn. Okay. Wij denken van niet, maar dat kan altijd. Ja, is ook gratis. Ja. 3 jaar garantie. En kortom, wij staan voor onze product en willen heel graag onze volgers deze mooie horloges aanbieden. Ja, want dit is eigenlijk dan wel een heel, heel mooi klokje. Het is ook, ik ga ervan uit dat dit ook weer dat 316L edelstaal is. Zoals we dat... Ja, 316L staal, nogmaals, geen allergie, geen verkleuring. Wat mat is, blijft mat. Wat glanzend is, blijft glanzend. Ja. En ik vind zelf die combinatie met die aluminium bezel, die inlay die daarin zit, dat geeft hem echt een aparte dimensie. Echt een stapje chiquer dan een standaard horloge. En dit is ook weer een kwarts, of niet, sorry, ja, een chronograaf? Ook weer zo'n VD54 variant, René, net als de Speedway. Alleen deze versie heeft geen datum. Die heeft geen datum, oké. Dat is een stukje ruimtegebrek, omdat het horloge maar 38 mm is. We hebben voor de datumschijf iets meer ruimte nodig. Ja, duidelijk. Helemaal duidelijk. Nou, daarmee zit eigenlijk de aanbieding zitten de aanbiedingen erop. Of niet? Of wil je nog wat over dit horloge vertellen? Nee, ik denk dat ik genoeg verteld heb. Nee, we hebben hem heel goed in beeld gehad. Ik denk dat het helemaal duidelijk is wat voor knalaanbieding dat het is. Ik denk dat het wel leuk is om even wat voorbeelden te zien van de manier waarop wij communiceren op onze socials. Ja, is goed. Sam heeft daar wat screenshots van gestuurd aan je. Lijkt me leuk om dat nog even te tonen. Ja. En misschien als afsluiter nog een keer, en dat heb ik beloofd aan de mensen in onze stores, nog een keer het filmpje van onze winkel. En ja, onze website. Dat is geen enkel probleem. Dat doen we met alle plezier. Halen we deze er even uit, gaan we even een foto tonen van de socials. Dit is, eens even kijken, dit is een eentje van Facebook, geloof ik, hè? Dus, dit is een Facebook variant. Nou, Sam die schaalt dat allemaal op al onze socials. Nou, je ziet het, Instagram, Facebook. Ja. We communiceren op allerlei manieren. Komt er iets nieuws uit Amerika, dan zijn wij meteen de eerste die dat willen laten weten aan onze volgers. Ja. Dat doen we graag via onze socials. Dus hoe meer volgers dat we hebben, hoe beter dat het is. Ja. En... inderdaad. En ja, René, ik zou zeggen, doe mee voor die 8 slot impact case. Nou, ik wil nog even wat meer laten zien, als het mag. Morgenmiddag om 3 uur maakt Sam de winnaars bekend. Ja,
Maar ik wil graag nog even wat meer van die socials laten zien. Ik heb hier nou Instagram ervoor. Maar ik vond dit ook wel een bijzondere. Dit is volgens mij een bekende voetballer, toch? Ja, heel goed. Ja, dat is Nelson Semedo. Dat is de rechtsback van Barcelona. Is een Invicta-fan. Okay. Heeft heel veel horloges van ons. En wij hebben voor hem een speciale bolt ingekocht. Jo. In de kleuren van FC Barcelona. Aha. En die draagt hij op deze foto, zoals jullie zien. En we zijn gewoon trots. Het is geen ambassadeur in de zin van dat wij hem veel geld geven en van draag onze horloges als je wilt. Ja. Hij heeft daadwerkelijk zelf contact gezocht en aangegeven dat hij een enorme fan is van ons merk. Dus ja, daar zijn we wel heel erg trots op. En hier in Nederland, dit is volgens mij Mobicep. En volgens mij is die Lamborghini die daar op de achtergrond staat, volgens mij is die in de prak gereden, toch? Onlangs. Nee, dat is niet deze. Hij had inderdaad een lagere Lamborghini. Oh. Ik weet even de naam van het ding niet. Ja. Maar die was kort gereden door Dave Roelvink. Ja. Dit is zijn nieuwe variant, de Ursus. En ook bij Mo is het zo dat hij gewoon fan is van ons merk. Ja. Hele prettige samenwerking. Op deze manier blijven wij gewoon in contact met onze klanten en zijn klanten en andersom. En daar zijn we enorm trots op. Kijk, hartstikke goed. Hey, dan wil ik toch nog ook even die geweldige winactie toch ook nog eventjes voorknallen. Want, ja, zet hem er ook een keer in, hoe meer reacties dat we krijgen, hoe liever dat we hebben. En ik hoop echt dat een van de mensen die bij ons een horloge koopt tijdens deze show ook de winnaar wordt van onze Impact Case. Ja. Lijkt me hartstikke leuk. Want die Impact Case, dat is toch wel een limited edition. En we geven er dus op dit ogenblik wij er drie weg. Het enige wat je moet doen is dus follow Invicta, hashtag follow Invicta achterlaten in de comments. En drie vrienden ga je taggen. En dan gaat morgen Sam de drie gelukkige winnaars gaat zij bekendmaken. Nou, daarmee zit het voor vandaag toch eigenlijk al wel weer op, of niet? Ja, het zit erop, René. Ik zeg nogmaals, laat nog even het filmpje dadelijk een keer zien. Ja. We hebben beloofd aan de mensen die in onze stores werken, onze Invicta-team. Ja. En ik rest mij om te zeggen dat we volgende week op dezelfde tijd, dezelfde dag, dezelfde tijd weer aanwezig zijn. Yep. Ik ga die show vast mooi voorbereiden. Ik ben al in contact met Amerika voor nieuwe aanbiedingen en nieuwe modellen. Ja. En nogmaals, dezelfde tijd, dezelfde dag, in het Engels. Ja, dat gaat voor mij toch nog wel even een uitdaging worden, waarde vriend. Zeker. Eventjes in het Engels. Misschien dan toch nog maar eens even een beetje oefenen. Hè? Over de pushers. De crown. De crown. Ja, de bezel, dat weet ik al. En hoe noemen we dat? Het glas? De glass? Nee, dat noemen we anders. Hè? De crystal. De crystal. De crystal. Bam. Maar goed, dan gaan wij dit allemaal even goed bespreken, René, zodat we daar niet fout in gaan. Ja. Dat huis, tuin en keuken Engels wat wij spreken, dat komt helemaal goed. Hartstikke leuk, dan gaan we ook internationale kijkers krijgen. Voor nu zeg ik ga gauw verder om de show voor te bereiden voor volgende week. Ga ik het filmpje inzetten. En wij gaan elkaar weer spreken. En, beste kijkers, we gaan eruit met het filmpje van de stores. En bedankt voor het kijken en tot volgende week. Ciao, ciao!